Welkom op de persbabbel na de wedstrijd KSK Heist tegen Sporting Hasselt. Geëindigd op 3-0 voor KSK Heist. Het was de laatste wedstrijd van dit seizoen. Ik geef eerst het woord aan de trainer van de bezoekers uit Hasselt, de heer Johan Houben. Johan, wat is jouw analyse van deze wedstrijd? Ik denk dat een 3-0 wel overdreven is. Het is precies of we niet meegedaan hebben in een wedstrijd. Je weet in de situatie dat je zit, je staat onderaan. Maar ik had wel het gevoel, dat was niks aan de hand. We hadden ook veel balbezit. Zij hadden balbezit. En dan gebeurt er op een zeker moment wat ik voor verwittig had. Een speler die ik zelf 4 jaar gehad heb. Ik ken die zijn kwaliteiten. En ik had gevraagd voor dat te anticiperen. Door iets hoger te staan vanuit het doel. Ja, en daar komt de 1-0 achter. Ja, en je weet dat maar 1 oplossing is. Je moet winnen. Dan gaat er bij 2 spitsen spelen. Dan geeft het de deur een beetje open. Maar ik had het gevoel, tot aan die goal, waar we hadden kunnen op anticiperen als we het ingevuld hadden, was er eigenlijk niets aan de hand in de match. De eerste helft denk ik dat wij iets meer balbezit hadden. Zij hadden iets meer diepgang, maar wij deden mee in de match. En ja, dan is 3-0 zuur. Dan geef ik nu het woord aan de winnende coach, Karel Keleman. 3-0, Heist wint, Karel. Je bent een tevreden trainer. En ja, hoe moet het nu verder? Dat is de allesomvattende vraag. Ja, ik zou eerst heel even willen terugkomen op de wedstrijd. Het klopt inderdaad, de eerste helft vond ik, ik zou de slechte passes niet willen geteld hebben. Voor onze kant, naar ons kijkende, was absoluut niet goed. Weinig beweging. Ja, heel loom, heel veel slechte passes, heel veel balverlies. Hoe lang zijn de kansen dan verdiensten van een tegenstander dat goed stond. En het was inderdaad ook tweede helft, dus het werd meer scherpte gevraagd. Maar tot een bepaald moment denk je, deze wedstrijd gaat op 0-0 af. Maar dan is het moment dat Ventoos, dus, die al weken op training beter bezig is en die inderdaad die diepgang heeft. En dan weet je dat er ruimte komt en dan zijn wij op ons best om in de invallers ook Fausto en Mathieu meer snelheid brachten, meer schoen brachten in de omschakeling. Dus ik heb ook wel niet veel kansen, we hebben ook niet veel kansen tegen gehad. Er is één moment dat Niels heel goed uitkomt, maar echte kansen zijn er ook niet echt geweest. Dus ik denk dat we de wedstrijd op totaal wel verdienen van te winnen. 3-0 is inderdaad misschien wel zware cijfers. En om dan te worden, ja, de toekomst is voor ons, ja, zullen wij moeten wachten op dinsdag, woensdag. Maar ik denk dat er al voldoende over gezegd is. Ik denk dat wij hebben een scenario klaar, ofwel sluiten wij het seizoen af als Deins ongelijk krijgt in een feestje in Leuven en een dag daarna een feestje op de nacht van KSK. In het andere geval, dat Deins gelijk krijgt, dan zullen wij klaar zijn voor, zullen wij ons voorbereiden zo goed en mogelijk voor de eerste wedstrijd van de play-offs. En dan gaan we sowieso wel een feestje maken op de nacht van KSK, sowieso. Enfin, dat is samengevat. Goed, dan denk ik dat we hier een punt kunnen zetten achter het seizoen, achter deze wedstrijd. En bedankt heren voor jullie deskundige commentaar.